Twee mensen, we gaan deze chips testen, dus we gaan even open doen. We gaan eens proeven, hè. De chips krijgt een 10 op 10. Hey mensen, we gaan weer eens een snacks testen video doen en we gaan de paprika chips eens testen. We gaan hem eens testen. De chips krijgt een 10 op 10. Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Steven of op de TikTok, op mijn TikTok kanaal. Linkjes staan in de beschrijving van mij, mijn YouTube kanaal, mijn TikTok, Instagram, eigenlijk alles staan in de beschrijving. We gaan iets testen. We gaan de Crocky Explosion Thai Curry testen, want die was het meeste aangevraagd. Jullie wouden mij zien afgaan. Hadden ze gezegd op TikTok? Want jullie hadden gestemd voor deze. Dus die gaan we eens testen, hè. Maar we doen hem gewoon. Wow, daaruit straf. Amai, mijn neus is helemaal open gegaan. Maar ik ruik het nog altijd. Ofwel is dat gewoon niet Thai, ofwel is dat niet... Dat is dat of Thai curry. Ik ga er nog eens eentje proberen. Ligt dat naar mij of is dat niet pikant? Flavor. Ah, flavor, oké. Dus niet pikant, spijtig genoeg. Maar toch dank wel voor het kijken, tot de volgende keer. Hey mensen. We gaan iets nieuw proberen. Oxfam van de Wereldwinkel. Fairtrade. Zoute chips. Deze dus. Ik heb dat dus nog nooit gegeten, hè. Ja. Ja, het is niet slecht, maar het is ook niet lekker. Dus deze krijgt een 1. Ik vind het niet zo lekker, dank u wel voor het kijken, tot de volgende keer. Hey mensen, we gaan weer eens snacks testen en we gaan als eerste de Spritz testen. We zullen die eens open doen. Oh, het zijn twee pakjes blijkbaar. We gaan deze koekje testen, de andere stukje ligt er nog in het zakje, maar ik wou gewoon het grote koekje pakken. Deze krijgt een 10 om die. Nu gaan we de cola proeven. De cola krijgt een 20 op 20. Dan gaan we het kijken tot de volgende keer. Mensen, we gaan snacks testen doen. Dus het eerste wat we gaan doen is, dus deze gaan we testen. En het is. En we gaan het eens open doen, hè. En dat ziet er zo uit, die koekjes. Dan doen we die open. Oké. Okay. Zo zien ze eruit. Gaan we ze eens testen. Hè. Ja. Deze krijgt een 10 op 10. Nu gaan we de Fanta testen. En nu gaan we de Fanta testen. Ja, eigenlijk gewoon gelijk door normale Fanta, maar het is ook de normale Fanta. Een 10 op 10, dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond jullie de video leuk en tot de volgende keer. Hey mensen, ga even deze twee video's bekijken. Abonneer op mijn kanaal en op mijn vlogkanaal. En alvast bedankt toppertjes en tot de volgende keer.